En dan de frietsaus, de frietsaus. Ja, wat is dat? Niemand weet wat frietsaus is, maar gezond kan het ook niet zijn. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe Stanley Time. Anne is zich aan het opmaken en we hebben er super veel zin in, want we gaan broodjes halen bij de bakker. Of niet, Anne? Stan, als jullie broodjes van de bakker? Ik betaal wel. Broodjes van de bakker, Anne betaalt. Yay! Kijk, zijn deze hele mooie bloemen op de achtergrond. Super mooi. We gaan nu naar de bakker met onze enige echte Anne. Yay! We gaan nu naar de plek waar de meeste mensen zijn per vierkante meter in de ochtend. En waar zal dat zijn? Inderdaad, bij de bakker. Want bij de bakker zijn super veel mensen. Super druk. Ja, anders idee, we gaan gebakje halen voor mijn moeder. Nee, gezamenlijk idee, hè? Gezamenlijk idee. Wat voor gebakje gaan we halen? Toch goed. Waarom moet je iets goed maken, Stan? Ik heb niks goed te maken. Oh, mijn moeder werd heel boos. Ik had mijn telefoon zat nog in mijn broekzak en die had ik in de badkamer gelegd. En ja, blijkbaar stonden er nog een stuk of 3 of 4 wekkers van rond 8:30 en 9:00. En toen werd mijn moeder een beetje boos. En toen zei ze dat ze mijn telefoon uit het raam ging gooien als het nog een keer zou gebeuren. Maar daar geloof ik helemaal niks van, dus dat komt wel goed. Maar nu gaan we wel even een taartje halen voor moeder. Oh. 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 Super lekkere gebakjes. Maar we gaan ook nog broodjes halen. Dus we hopen dat we binnenkort aan de beurt zijn. Appelflap? Is goed. Eentje. Eén appelflap voor Anne. Ik kom tegenwoordig. Het is 6 broodjes. Ja, wij. We zijn geslaagd bij de bakker. Dat betekent dat we lekker gaan eten thuis. Maar we gaan eerst naar de slager voor filet American. En het is gelukkig niet zo druk bij de slager als bij de bakker. Minder geluk voor de slager natuurlijk, maar voor ons beter. Hallo. Mag ik 1 bakje filet americain? Van de keurslager, filet americain. Voor op de witte tijgerbolletjes. En Anne. Keurslager. Anne. 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 Oké, wij gaan even naar huis. Oh, we hebben dus een super lekker Zuidse ijzerbroodje. Filet americain van de keurslager. En tijgerbollen. En Anne. Yay. Hey. Super lekker gegeten met Anne. En nu heb ik mijn vitamine C ruistabletje opgelost voor mijn dagelijkse portie vitamine C. Zodat mijn weerstand beter wordt. Dus die ga ik. Zo. Ik heb weer lekker veel vitamine C in me. Mijn vriendinnetje gaat even naar de stad. Ik ga naar de TU om te leren. Dus dat was het weer voor vandaag met Anne. Doei Anne. Doei. Kijk hoe mooi mijn haar zit. Terwijl ik Anne naar de stad aan het brengen ben en zelf doorga naar de heel goed doen hoor. Ah, ik heb mijn neusharen geknipt. Op aanraden van Anne. Ze heeft de eerste 2 uitgetrokken, maar toen moest ik een beetje huilen. Dus toen heb ik het zelf maar even geknipt. Anne, gaat hier naar rechts. Doei Anne. Yo, ik heb gedacht gezegd tegen mijn vriendinnetje. En nu ben ik weer lekker in de TU. En het spijt me dat ik zoveel in de TU ben. Maar ik heb dus dinsdag en donderdag tentamens. Dus het is bijna afgelopen. Vanaf donderdag wordt het keihard bier zuipen. Dan ga ik veel leukere dingen doen. Maar ik probeer jullie nog steeds echt te vermaken hier binnen de TU. Met ook andere mensen. Hoi, hallo. Ik zit dus ondertussen lekker in mijn eentje in de TU-aula. Heel veel vrienden heb ik niet meer, wat best wel spijtig is, maar ik boeit me ook niet zoveel. Ik ben nu met Mattie daar en verder daar nog wat. Ik ben aan het wachten op Bauer. Bauer komt zo even gezellig koffie drinken, omdat ik me anders heel ellendig ga voelen als ik alleen maar aan het leren ben en helemaal niks leuks doe tussendoor. Yay, Bauer is er! Yay, Bauer! Koffie! Lekker koffie drinken met Bauer. En verder doen we niks met ons leven. Bauer! Een koffie Annan. Ik ken niet. Nee. Die strijden in Afrika. Koffie Annan. Koffie Annan, vertel even. Wie is Koffie Annan? Ja, ik weet niet. Maar ik was telling followers. Oké, geen verhaal van Bauer, jammer. Zo, leren zit weer op voor even. Wat wil je liever doen tijdens het leren? Naar de fucking McDonald's. Want we hebben super honger. En we zijn het leren helemaal zat. Dus gaan we super vet eten. Op zaterdag eet hij vies. De rest van de dag eet hij alleen maar wortels en sla. Zo, je ziet het al. Het is precies de McDonald's hier. Michi gaat lekker cheaten. En ik doe lekker mee. Fucking eten gehad. Dat zijn 9 stuks kipnuggets. En altijd even natellen. Want je wil nog wel eens in de maling genomen worden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 stukjes, skip nuggets. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja,
kunnen goed tellen. Oeh, we zijn niet genaaid. En 3 graden. Wat zit er in de kipnugget? Geen kip, want we eten bij de McDonald's. En wat zit er in de patat? Je zou denken aardappels, maar dat zit er niet in, want we eten bij de McDonald's. Dus dit bestaat uit poeder. En dit bestaat uit poeder. En de cola, denk je dat het vloeistof bestaat? Nee hoor, dat bestaat ook uit poeder, precies. En dan hebben we nog de barbecue saus, die bestaat uit... niet uit barbecues, maar waarschijnlijk ook uit poeder, want de shit bij de Mac is gewoon super raar, man. En dan de frietsaus, ja, wat is dat? Niemand weet wat frietsaus is, maar gezond kan het ook niet zijn. Het allerergste is van het eten van de McDonald's. Je weet dat het echt bullshit is, maar het smaakt zo verdomd goed. En ik kan er zo slecht tegen, want het is echt lekker. Eerlijk, Mies? Nou... Mies is nog lekker aan het knabbelen. Ik heb mijn maaltijd weer helemaal opgegeten. Je ziet het, de lege sausbakjes, lege bakje, lege papiertjes en... zoals altijd na het eten bij de Mac hebben we weer het gevoel alsof je een kartonnen doos hebt opgegeten. Op het moment zelf is het heel lekker. Wacht je 5 minuten na het eten, dan heb je echt het gevoel alsof er karton in je maag ligt. En dat is super kut natuurlijk. Het is wel lekker, maar toch weer niet. Het is gewoon lastig. Mies, Mac, cijfer geven. No. Mac Noord krijgt een 8 van Mies. Wauw, een 8. Dat is wel heel hoog. Mies, geniet nog even van zijn laatste burgertje. En dan is er helemaal mooi geweest. Opgepast, het is glad hier. En dan denk je, nou, ze hebben net schoongemaakt. Maar dan hebben gewoon mensen over de grond heen staan pissen hier. En dan zetten ze een bordje neer. Opgepast. Het is glad. Want mensen pissen hier op de grond. En dan komt dat bord opgepast glad. Fuck. Jee, het zit weer op bij de Mac. We hebben weer super lekker gegeten. En we gaan weer keihard leren. En oh. Het is hier ook glad. Ik hoop niet dat mensen hier ook op de grond geplast hebben. Want het zou fucking smerig zijn. Oh, Mies heeft te veel gegeten. Oh, rood licht. Rood licht, dat betekent... groen licht. Groen en gas. En gas. Hey! Mies rijdt verkeerd. Wat het dus was, Mies had de verkeerde afslag gepakt. En dat betekent dat ik nu thuis ben en niet bij de TU. Want het was eigenlijk ook wel mooi en slapen was ook prima. Dus ik ga nu ook lekker slapen. Dat is helemaal goed. Vond je het alsnog leuk om te kijken? Abonneer even hieronder. Geef een duimpje omhoog. Reageer. Laat wat leuks achter. Ik zie jullie morgen bij een nieuwe Stanley Time. Ciao.